In deze serie tips en trucs besteden we aandacht aan het succesvol voeren van een bezwaarprocedure. Bijna ieder bedrijf probeert op de juiste manier aangifte te doen. Dat betekent niet dat de douane en u het altijd met elkaar eens zijn. Dit heeft vele duizenden bezwaarprocedures tot gevolg. Om de bezwaarprocedure met succes af te ronden, moet u in ieder geval aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Wij geven u graag een paar handige tips. Tip 7. Uitstel van betaling. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Zo staat het in de wet. Dit betekent dat het bedrag tijdens de bezwaarprocedure gewoon moet worden betaald of dat zekerheid moet worden gesteld. Alleen in uitzonderingsgevallen kan de ontvanger afzien van de eis voor het stellen van zekerheid. Uit onze ervaring blijkt dat dit uitzonderlijk is. Formeel gezien moet in het bezwaarschrift om uitstel van betaling worden gevraagd. Vermeld in het bezwaarschrift duidelijk dat om uitstel van betaling wordt verzocht. En voor welk bedrag om discussie te voorkomen? Heeft u vragen over onze tips en trucs? Neem dan contact met ons op. Of kijk op onze website.